de Kitty Cats. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. De goudvis. De Kitty Cats hadden papa en mama gevraagd om een huisdier. Jullie mogen je ogen weer open doen. Oh, wauw. Kijk, een goudvis. Zullen jullie goed voor haar zorgen? Jullie moeten haar voeren en het water verversen. Dat gaat jullie vast wel lukken. Geweldig! Miauw, 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 miauw! We moeten samen heel goed voor ons nieuwe huisdier zorgen. Laten we haar voeren. Geef haar maar een lekker stukje brood. Nee, dan zorgen we niet echt goed voor haar. We moeten haar iets geven wat echt lekker is. De kittens wilden de vis een groot stuk van papa's taart geven. Kijk, visje, eet smakelijk. Nee, huh? Oh, wacht. Huh? Jullie kunnen niet zomaar van alles in de vissenkom doen. Dit is speciaal vissenvoer. Vissen eten maar heel weinig. Dus je hoeft er maar een heel klein beetje te geven. Ik zou echt nog uren naar haar kunnen blijven kijken. Het is heerlijk buiten. Gaan jullie maar even lekker in de tuin spelen. Even een frisse neus halen. Mag de vis met ons mee naar buiten? Natuurlijk mag dat, lieverds. Maar wees wel voorzichtig met haar. De Kitty Cats lieten vol trots hun nieuwe huisdier aan hun vriendje zien. Ik vind haar echt ontzettend prachtig. Ze kan echt super, super goed zwemmen. Mag ik haar eten geven en een stukje met haar gaan wandelen? Oh, dat wil ik ook! Dat wil ik ook! Ik ook! Boris, je bent lang genoeg geweest. Nu mag ik. Oh, de vis kijkt een beetje verdrietig. Misschien kunnen plaatjes van zeedieren haar een beetje opvrolijken. Dit is een inktvis. En dit is een blauwe vinvis. Ik denk dat dat boek haar alleen maar verdrietiger maakt, hoor, Pudding. Ik vrolijk haar wel op. Blije, blije, blije vis. Oh. Misschien heeft ze honger. Hij is leeg. Ik weet al wat er is. Weet je nog? Mama zei dat vissen maar heel weinig eten. En wij hebben haar het hele potje gegeven. Oh, dat arme visje. Wie zou daar nou niet verdrietig van worden? Stel je eens voor dat iemand zoveel eten in jullie kamer gooit. Oh, en het water moet nodig verschoond. Weet je, het water is voor een vis wat lucht is voor ons. Stel je toch voor dat de lucht hier ineens net zo vies was als dat water. Het stinkt hier echt verschrikkelijk, zeg. Je hebt gelijk. Ik snak naar frisse lucht. Ik denk toch niet dat jullie drie al klaar zijn om voor een huisdier te zorgen. Dus ik breng de goudvis maar weer terug naar de dierenwinkel. Nee, mama, wacht. Geef ons alsjeblieft nog een kans. Ik beloof je dat we nu wel goed voor haar gaan zorgen. We geven haar maar een beetje te eten, niet te veel. En verversen iedere dag het water, beloofd. Nou, zo te zien voelt de vis zich alweer stukken beter. En deze regenboog is voor in haar kom. Daar zal ze zeker veel plezier aan beleven. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Dit was het verhaal over hoe de goudvis bij de familie kwam wonen. En hoe de Kitty Cats goed voor haar leerden te zorgen. De brandweer. Op een dag kregen de Kitty Cats een grote brandweerwagen en ieder een eigen brandweerhelm cadeau. Kijk papa, dat is net zo'n brandweerwagen als de wagen die jij op je werk rijdt. De vader van Dart is een brandweerman en rijdt in een echte brandweerwagen. Dat moet echt gaaf zijn,
In een brandweerwagen rijden met een sirene, zodat iedereen voor je opzij gaat. Ja, met een glimmende brandweerhelm op. En iedere dag allerlei verschillende heldendaden verrichten. Als jullie dat willen, dan kan ik wel een keer een excursie naar de brandweerkazerne voor jullie regelen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! En eindelijk was het zover. Ze mochten naar de brandweerkazerne. Hallo! Hallo. Hoi! Oh, wauw! Dat is net onze brandweerwagen, maar dan veel groter! Daar zou ik wel in willen rijden! Om eerlijk te zijn, Cookie, brandweermannen hebben een zware baan en moeten heel hard werken. Dit is onze centralist met de kaart. Goedemorgen! Goedemorgen, kleintjes. Als er op de kaart een lampje gaat branden, dan betekent dat dat er op die plek een brand gaande is. Oh, jammer dat er nergens een lampje brandt. Ik zou best wel eens een brandje willen blussen. Een brand is helemaal niet zo leuk. Het zou beter zijn als deze lampjes nooit zouden branden. Een echte brandweerman zorgt dat hij altijd paraat staat. En daarom oefenen we hier dus ook iedere dag. Volg mij! Ten eerste, een brandweerman moet over een uitstekende conditie beschikken. Ja! Ten tweede, je moet je snel om kunnen kleden, want een brand moet zo snel mogelijk geblust worden. Cookie heeft zich snel omgekleed, maar je vergeet een van je laarzen. Snoepje is helemaal aangekleed, maar was te langzaam. Het is veel lastiger dan ik dacht dat het zou zijn. We moeten echt perfect samenwerken. Iedereen moet weten wat hij moet doen, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Zoals jullie zien, doet een brandweerman meer dan alleen maar rijden in een grote wagen met een mooie helm op. Het vereist heel veel serieuze training. Ik wist niet dat brandweerman zijn zo moeilijk was. Ja, je moet heel veel oefenen. En dan moet je daarnaast ook nog branden blussen. Wij kittens zouden nooit een echte brand kunnen blussen. Hé, ik heb een supergoed idee. Ha, brandalarm! Er is een brand in de boomhut, kittens. Aankleden, kitty cats! Alsjeblieft. De brand is geblust en iedereen is gered. Dat hebben jullie goed gedaan, kittens. Ik kan wel zien dat jullie getraind hebben. Daarom krijgen jullie van ons deze leerling brandweerbadges. Later worden jullie vast uitstekende brandweerkatten. Hoera! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats hadden veel geleerd op de brandweerkazerne. En die middag speelden ze dat ze dappere brandweermannen waren. De filmmakers. Op een dag werkten Cookie, Snoepje en Pudding aan een nieuw project. Wat is dat geluid? Het klinkt als een walvis. Het is papa! Oh, hoi kinderen. We willen een film maken, maar hoe moet dat? Nou, je hebt een regisseur nodig, een scriptschrijver en een cameraman. Wat betekenen al die woorden? Nou, een scriptschrijver bedenkt het verhaal, een regisseur zegt wat de acteurs moeten doen en de cameraman neemt het allemaal op met de camera. Ik verzin graag verhalen. Ik vertel graag wat mensen moeten doen. En dan ben ik dus de cameraman. Maar ik heb helemaal geen camera. Is niet nodig. Met een telefoon kun je ook filmpjes maken. Mama! Mama! We gaan een film maken! Mogen we alsjeblieft jouw telefoon gebruiken als camera? Natuurlijk, maar raak hem niet kwijt. Oké!
Daar waren de acteurs van de film. Boris, Snuffel en Cupcake. Meeuwauw! Wat zijn dat voor kostuums? Onze film gaat over piraten. Wel, ik ben de beeldschone piratenprinses. Ik een buitenaardse piraat van planeet Arg. Pieuw, pieuw, pieuw! En ik ben een traditionele piratenclown. Ik ga even pauzeren. Dat gaat ons wel lukken. Maar dan hebben we wel een schip nodig. Met een bezem en een laken veranderde de bank in een mooi zeilschip. En staat de camera aan? Ja! Oké, dan, actie! Actie betekent doe iets, anders wordt de film maar saai. Hé, hey, we laten de boot deinen alsof het stormt. Ja! Oh, en ik ga springen, want ik ben tenslotte een clown. Ja, en ik kan vallen zonder mezelf pijn te doen. Oh. Stop! Wat was dat nou weer? Oeps, volgens mij is het schip gezonken. Pieuw, pieuw! Ja, zo kan ik echt niet werken, hoor. Wacht maar tot je hoort wat er nu komt. Een walvis! Maar wie speelt de rol van walvis? Wie anders? Hij heeft net in zijn slaap nog het geluid van de walvis geoefend. Papa is een natuurtalent. Wow! Wow. Ik ben een walvis! Ja. En dan is het volgens mij nu tijd voor mijn liedje. Hey, oma heeft toch geen rol in de film? Oh, wacht, het is een telefoontje. Hallo, oma. Nee, niet met mama, met Pudding. We maken een film. Pudding, liefje, hoe... Het bos, dat is een fijne plek. Je komt er echt tot rust. Daarom ben ik op deze stek. Hey, Pudding, heb je alles? Ik denk het niet. Ik ben de telefoon kwijt. Oh-oh, dat zou mama niet leuk vinden. We moeten hem vinden. Onze film staat erop. Dus hier lagen mijn doodsgroeden. Hier ligt een barbecue voor. Ik heb hem. Oh nee, dat is een worm. Niet gevonden. Hoe moet ik het mama vertellen? Ik heb een idee voor de volgende scène. Walvis, mag ik eventjes je telefoon? Snoepje had een goed idee. En de filmcamera was weer terecht. Hoera! Die avond was de grote filmpremière. Wat doen we als ze onze film niet mooi vinden? Dag, lieveke. Wij presenteren Avontuur op Zee. Oh, leuk. Daarom ben ik op deze stek. Mag ik even jullie aandacht allemaal? Deze film is bekroond met de felbegeerde titel Beste Film van het Jaar. Geweldig! Meeuw, 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 meeuw! Willen de filmmakers naar voren komen om de prijs in ontvangst te nemen? En zo maakten Cookie, Snoepje en Pudding een meesterwerk. En wonnen ze de gouden kat. De picknick! Het was een prachtige dag, dus besloten mama en papa met Cookie, Snoepje en Pudding te gaan picknicken. De Kitty Cats pakten alles wat ze nodig hadden. Ik ga heel veel zandkastelen bouwen. En ik ga proberen om zoveel mogelijk in de buitenlucht te lezen. En ik ga lekker redden! Oh, moet je zien, een picknickmand vol lekkers. Een picknick is geen picknick zonder een mand vol lekkers. We moeten goed opletten dat we niemand vergeten. Cookie... En jij, Snoepje en Pudding. We gaan picknicken. Oké! Meeuw, 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 meeuw! We hebben broodjes en thee. En een picknick kleedt mee. Oh, wat is het toch fijn om lekker buiten te zijn. Oh, het is hier prachtig. Hé, hey, waar wachten we nog op? We gaan picknicken. Wacht even, waar is de picknickmand gebleven? Dat weet ik niet. Nog steeds thuis, denk ik. Of misschien zijn we hem verloren. Oh nee, niet onze man met lekkers. Hé, hey, we pakken gewoon het vliegtuig, halen de
picknickmand en zoom, we zijn weer terug. Leuk idee, maar Cookie, vliegtuigen kunnen niet landen op een plek met bomen. Wow! Maar dan bestellen we toch gewoon een pizza, mam? Oh, Snoepje, de pizzabezorger bezorgt niet op ergens in het bos vlakbij een soort van meertje. Maar ik weet zeker dat jullie slimme vader er wel iets op weet te verzinnen. Hey, een vishengel. Daar kan ik wel wat lekkers mee vangen. En dan kunnen we gaan picknicken. Terwijl mama en Snoepje op zoek gingen naar takken voor het vuur, gingen papa, Cookie en Pudding vissen. Waar is de vis, papa? Waar is hij? Waar? Vissen is vooral een kwestie van geduld. Papa, Cookie en Pudding waren wel geduldig, maar in het meer zwom gewoon geen vis. Er is hier genoeg hout voor een vuurtje. We hebben alleen een kikker gevangen. En die sprong meteen weer terug in het meer. Wat als we nou eens op zoek gaan naar eten in het bos? Dat is een goed idee. Papa, maak jij het vuur, dan gaan wij op zoek naar paddenstoelen. Oké, volg mij. Tja, we zullen toch iets moeten eten. Pudding keek in zijn paddenstoelengids welke paddenstoelen je kon eten en welke giftig waren. Kijk hoeveel paddenstoelen! Zullen we ze lekker gaan bakken, papa? Ik ben bang dat de lucifers in de picknickmand liggen. Maar we kunnen toch geen rauwe paddenstoelen eten? We wrijven stokjes tegen elkaar. Op die manier maakten ze vroeger vuur. Heb ik gelezen. Wat een goed idee, Pudding. Laten we papa helpen met blazen. Nu loopt onze picknick gelukkig weer volgens plan. Al gaat het niet als gepland, we worden toch nog verwend. Oh, wat is het hier fijn, we zijn blij hier te zijn. De paddenstoelen zijn al bijna klaar. En als dessert, bosbessen, cranberries en frambozen. Terwijl de anderen bezig waren, had mama bessen geplukt. Oh, lekker! Miauw, 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 miauw! Ondanks alle tegenslagen werd het toch nog een fantastische picknick. En iedereen was blij. Katjes in de kelder. Papa nam wel vaker iets lekkers mee uit de fabriek. Maar vandaag was het iets bijzonders. De snoepfabriek heeft een nieuwe lekkere taart in het assortiment. Met heerlijke chocoladevulling. Lekker! Dat klinkt zeker erg lekker. Zullen we het eens proberen? Dan nemen we zo een stukje bij de thee. Mama nam de taart mee naar de keuken en ging thee zetten. Mama! Mama! We willen je graag ergens mee helpen. Mogen we je helpen, mama? Maar natuurlijk. Weten jullie waarmee jullie me kunnen helpen? Door de frambozenjam te pakken. Miauw, 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 miauw! De jam staat op de grote plank beneden in de kelder. Wat? De kelder? Mama bewaarde alle potten en blikken beneden in de kelder. Waar wachten we op? Kom mee! Niks aan de hand! Wauw, wat een hoop gave spullen liggen hier. Hey, wat is dit dan? Zuur, heel erg zuur. Bah, deze is heel zout. Ik wil die smaak kwijt. Mond in brand. Heet, heet, heet. Wauw, ik ga nergens meer van proeven. We zijn hier niet om te proeven, we zijn hier voor de jam. Precies, mama vroeg of we frambozenjam voor haar wilden halen. Maar hoe gaan we die hier vinden? De potten hebben etiketten. We moeten er eentje zoeken met een framboos. Op deze staan kersen. Kelder skiën! Rijden maar, kleine koffer! Op deze staat een wortel. Hey, kijk eens. Wat staat hierop? Kool, zo te zien.
En dit hier zijn... Dat zijn geen frambozen. Die zijn super duper heet. Ja, natuurlijk zijn die heet. Op het etiket staat een pepertje. Hé, kijk, ik zie hem. Ja, dat is een framboos. Ja, gevonden! Maar er zit geen pot bij. Dan moeten we dus op zoek naar een pot zonder etiket erop, toch? Nee. Ah, ja! Wauwie. Dat is nog eens een grote pot, Shem. Maar nu moeten we de pot nog naar mama zien te brengen. Maar de pot bleek ontzettend zwaar. Oh. En als we hem nou op zijn zij leggen en rollen? Hij is toch niet kapot? Hij is nog heel. Nu hoeven we hem alleen nog maar naar boven te rollen. Alleen nog maar? Hoera! We zijn hele goede helpers! We zijn er bijna! Fijn, nou moeten we opnieuw beginnen. We kunnen de jam ook anders hierop eten. En dan gaan we daarna naar boven om thee te drinken. Maar als we het op die manier doen, hoe krijgen papa en mama dan een jam? Dan brengen we de tafel naar beneden en doen we thee en taart in de kelder. Uitstekend plan, want ik denk niet dat ik veel langer kan wachten op de taart. Maar de tafel was veel te groot. We moeten een groter kelderluik. Straks krijgen we helemaal geen taart met jam en thee. Ik heb een goed idee, denk ik. We zetten de tafel terug in de eetkamer en we doen wat jam in het glas. Cookie, Snoepje en Pudding, lieverds, jullie hebben de jam in de kelder gevonden en waren zo slim om de jam naar boven te brengen in een glas. Ja, dat mooie glas frambozenjam staat vast heel mooi op tafel, naast onze lekkere nieuwe taart. We hebben gevonden! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats hadden flink trek gekregen van hun avontuur in de kelder. En de chocoladetaart met frambozenjam was erg lekker. Detectives! Op een dag waren de Kitty Cats met hun lievelingsspeelgoed aan het spelen. Blub, blub, iep! Blub, blub, oh! Mijn vissenauto is cool! Maar Snoepje kon haar lievelingspop niet vinden. Miss Kitty Lou is weg! Dan ben je haar kwijt. Ik weet hoe dat voelt. Ik ben mijn spullen ook altijd kwijt. Jij ruimt je speelgoed nooit op, maar ik zorg goed voor mijn pop. Haha! Je hebt haar gewoon ergens laten liggen. Ze duikt wel weer op, weet je, op een dag. Als we een jaar of 100 zijn. Maar ik wil Miss Kitty Lou nu, niet over 100 jaar. Als Spinlock Holmes de grote detective hier was, dan was ze binnen no time terecht. Ik heb gelezen over zijn superduper slimme deductiemethode. Wat zeg je nou weer? Wat? Deductiemethode. Dat betekent dat je eerst geconcentreerd denkt aan wat je kwijt bent en dan gaat zoeken. Het is zo'n beetje de meest geniale manier van zoeken. Basiskennis. Dat werkt niet. Spinlock Holmes bestaat niet. Dus hij kan me ook niet helpen. Maar wij kunnen toch ook detectives worden? Dan gaan wij toch voor je zoeken? Goed idee! Miauw, 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 miauw! Zo, juffrouw Kitty Cat. Hoe groot zei u dat uw verdwenen popje ook alweer was? Ongeveer zo groot, meneer. Zo groot, hè? Te groot om zoek te raken in het gras. Ik weet een plek waar zoiets groots zich kan verstoppen. Niks aan de hand. Het is hier wel donker. Hallo? Ik heb iets gevonden. Miss Kitty Lou? Iets leukers. Papa zou de hoed met de nieuwe eigenaar. Kijk. Hoe is die uil nou aan de oude hoed van papa gekomen? Ik denk dat papa zijn hoed ergens heeft laten slingeren. Oké, juffrouw Kitty Cat. Vertel me eens waar u Miss Kitty Lou voor het laatst heeft gezien. Dat was in de zandbak, meneer. We bakten zandtaartjes en toen begon het ineens te regenen. Dan weet ik het! Je pop ligt onder het zand! Zie je al iets? Ik voel iets. Is het Miss Kitty Lou? Iets leukers. Mijn rode auto, Puddings vieze sok en een mol. Ha!
het zand terecht. Basiskennis, beste Cookie. Je hebt gewoon weer niet goed opgeruimd. Maar waar is Miss Kitty Lou dan gebleven? Ik snap er niets van. Misschien zijn we toch niet van die goede detectives. Natuurlijk wel. Ik heb een idee. We gaan eerst op zoek naar mijn poppenwagen. Toen het ging regenen, legde ik Kitty Lou direct in haar wagen. Dat is volgens mij een belangrijke aanwijzing, juffrouw Kitty Cat. Gaat u maar voorop. En daar gingen de drie kleine detectives. Op zoek naar de verdwenen pop en de verdwenen poppenwagen. Ze zochten hoog en laag. Het was niet makkelijk, maar eerste klas detectives geven niet zomaar op. Ik zie een spoor. Wagensporen? Misschien. Waar gaat dat spoor naartoe? We volgen het! De mysterieuze sporen leiden naar de katjes hun eigen huis. Poppenwagen is leeg. Hé, hey, wat doet dit touwtje hier? Oh, dat is het haar van Miss Kitty Lou. Hé, hey, kijk, daar ligt er nog één. De kleine detectives volgden het spoor van touwtjes. Gevonden! Dus mama is de dader in het mysterie van de verdwenen pop. Ja, ik ben de schuldige. Ik zag haar drijfnat in haar wagen liggen, dus ik reed haar naar huis om haar te drogen aan de waslijn. Dank je wel, mama. Dan is deze zaak dus opgelost. Als je klaar bent met spelen, leg je de pop dan weer terug waar ze hoort? Ik heb mijn auto gevonden en puddingsvieze sok. Daar zijn mijn kleine detectives. Raad eens welke papa zijn poot heeft weten te leggen op het nieuwe Spinlock Holmes bordspel. Fantastisch! Miauw, 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 miauw! Het is leuk om detective te zijn. Maar het is beter om je speelgoed op te ruimen, zodat je weet waar het ligt als je weer wilt spelen. Avontuur in de ruimte! Op een avond sneeuwde het zo hard dat de kittens binnen moesten blijven. Echt saai. We moeten iets verzinnen om te doen. Maar wat dan? Hé, kijk! De sneeuw lijkt net op vallende sterren. We doen alsof we in de ruimte zweven. Ja, leuk. Hey, luister, we gaan op ruimteavontuur. Oké, we vliegen met de sterren. Wat geweldig. Miauw, 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 miauw. Hey, in de ruimte is geen zwaartekracht, dus we zouden moeten zweven. Ah, oh, ja, dat is zo. Kom mee. Wow, doen alsof je zweeft valt niet mee. Vechten tegen de zwaartekracht is vermoeiend. Maar dan bouwen we toch gewoon een ruimteschip om in te vliegen? De kittens gebruikten mama's breikist als het ruim en wat karton als vleugels. Ze pakten een trechter, een garde en wat bagels en plakten dat allemaal op de kist. Ziezo, het ruimteschip was klaar om op te stijgen. Hier spreekt de kapitein van het schip. Maak uzelf gereed voor vertrek. De navigator is klaar voor vertrek, kapitein. Ruimteschip, monteur. Ik start de motor, kapitein. We vliegen! Meteoren recht voor ons, kapitein. Ruimtemonsters! Mama! Papa! We dachten dat jullie hele enge ruimtemonsters waren. Wat zijn jullie aan het doen, malle kittens? Oh, we zijn gewoon op avontuur in de ruimte. Het lijkt meer op een avontuur met Wol. Nou, beginnen jullie maar alvast met opruimen. Het is al bijna bedtijd. Maar wat doen we dan met ons supercoole ruimteschip? Dit ruimteschip is ons levenswerk. Ja. Attentie! Dit is de vluchtleiding voor de ruimtekittens. Ik heb een belangrijke missie die alleen de beste kittens aankunnen. Dit ruimteafval moet direct worden opgeruimd. Anders botst het straks misschien met de kattenplaneet. Hoort u mij? Over. Luid en duidelijk. De ruimtekittens staan tot de dienst. Oké! Wat zullen we doen met al die meteoren? We transporteren ze naar planeet Reswaar. De keukenvloer is een asteroïdenveld. We stoppen ze terug in de juiste lades. Ik bedoel terug in de dampkring.
die papieren meteorieten? Oh nee, ze zwerven overal. We brengen ze terug naar de ruimteboekenkast. Wow, kijk ze gaan. En al dit rondwarrelende ruimteafval gooien we in vuilniszak het zwarte gat. Wow, wat een hoop ruimteafval. Ik weet al wat er moet gebeuren. We nemen het afval mee op een ruimtewandeling. Het is koud in de ruimte. Trek een ruimtepak aan. Ja, we hebben de kattenplaneet gered van het ruimteafval. Kijk, een stel rare ruimtewezens. Nee, wij zijn het maar, papa. We hebben onze missie geheel volbracht. Haha, dat is mooi. Maar nu is het bedtijd, jongens. Ik kom jullie nog wel een verhaaltje voorlezen over de ruimte. En de drie kleine ruimtekatjes. Dat is leuk! Miauw, 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 miauw! Mama en papa hadden een speciale sterrenhemel gemaakt in de kamer van de kittens. En de kittens luisterden naar papa's ruimteverhalen. Tot zij in hun dromen hun eigen ruimteavonturen gingen beleven. De danswedstrijd. Op een ochtend was er iets interessants op het nieuws. Vandaag is de grote danswedstrijd. Iedereen is welkom en de kat die het mooiste danst, wint een prijs. Oh, ik hou van dansen. En ik hou van prijzen. Mogen we meedoen aan de wedstrijd? Goed idee. Dan doen wij ook mee, dan gaan we allemaal dansen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Ha, en dan dansen mama en ik de tango. Dan zijn die lessen niet voor niks geweest. Hey! En ik ga dansen als een ballerina. Als een elegant klein bloempje. En dan ga ik breakdansen. Nou, jongens, ik weet helemaal niet hoe ik moet dansen. Oh, dat geeft niets. Je hebt nog genoeg tijd om het te leren voor vanavond. En je broer en zus willen wel helpen. Wij leren het je wel. We proberen eerst iets simpels. Bijvoorbeeld een wals. En 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auw, je staat op mijn pootje. Oh, sorry. 1, 2, 3, auw. 1, 2, 3, auw, mijn pootje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, auw, auw, auw. De wals is misschien toch te moeilijk om mee te beginnen. Probeer te breakdansen. Kijk, pudding, doe maar na. Volgens mij breek ik iets. Doe ik het dan goed? Misschien is volksdans iets voor je. Ik kan niet zo goed springen. Ik ben geen kikker. Oh. Doe anders de robot. Dan hoef je niet te springen. Bij die dans hoef je helemaal niets te doen. Je hebt gelijk. Die dans is saai. Wat dacht je van de Ken-Ken? Die is leuk. Ik weet zeker dat ik dat niet kan. Sorry, ik wil alleen maar helpen. Zo, mijn lieve kittens, hoe gaat het hier? Het blijkt dat ik niet kan dansen, dus ik kan ook niet meedoen met de wedstrijd. Nou, als Pudding niet gaat, dan heb ik ook geen zin meer. Nou, dan zullen papa en ik ook wel thuis blijven. Oh, moet dat? Nou, oké dan. Dit is allemaal mijn schuld. Ik heb een supergoed idee. We maken onze eigen familiedans. Eén die we zelf verzinnen. Eén die we allemaal kunnen dansen. Onze Pudding ook? Natuurlijk, Pudding krijgt de belangrijkste rol. Die avond begon de wedstrijd in het grote theater. Heel veel katten deden mee. Ik voel me een beetje nerveus. Hey joh, niet nodig. We zijn niet nerveus, toch? Hey joh, jongens, jullie hoeven niet nerveus te zijn, liefjes. Zie je, we zijn cool. Pudding, luister. Je kunt het. Je bent gemaakt voor deze dans.
adembenemend. En tot slot, de spannende dansgroep. Twee katten en een kittycat. Kom op, Pudding. Het is jouw beurt. Meeuwauw, 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 meeuwauw. Meeuwauw, 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 meeuwauw. Hey! Wat een fraaie familiedans. Ik ga hem de hele dag doen. Meeuwauw, meeuwauw. En dit is Pudding, de danser waarmee het begon. De laatste punten zijn binnen en de familie Kitty Cat wint. Oh, geweldig! Miauw, 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 miauw. Het is fijn om een overwinning te vieren. Maar het is nog fijner als je het met je familie kunt delen. De oogst! Op een dag brachten papa en mama de Kitty Cats een dagje naar oma. Oma! Miauw! Oeh. Welkom, lieve kleine kittens. Gaat u weer met ons spelen, net als vorige keer? Ja! Spelen! 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 Dag, dag, kittens! Dag, dag! Spelen! Spelen! We gaan straks spelen. Maar eerst moet ik even naar de tuin om te zorgen voor alles wat daar groeit en bloeit. Kijk maar eens wat er allemaal groeit. Appels, wortels, aardbeien, bloemen. En daar moet ik allemaal voor zorgen. Hé, hey, ik heb een goed idee. We gaan oma helpen in de tuin. Dan is oma sneller klaar en dan heeft ze meer tijd om met ons te spelen. Geweldig! Meeuwauw, 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 meeuwauw! Steek je pootje op als je het naar je zin hebt. Kom op, kittens, nog even. Na het wieden van het onkruid en de planten water geven. Als we dat allemaal doen, blijft er geen tijd meer over. Hé, hey, misschien kunnen we iets overslaan. Bijvoorbeeld dit vroeten in de grond. Maar schoffelen is erg belangrijk. We kunnen alleen aardappels planten in losse aarde. Want anders lukt het niet. Dan is het net alsof je de aardappels in beton probeert te planten. Wat trouwens onmogelijk is. Maar misschien kunnen we het onkruid wieden dan overslaan. Maar onkruid verdrukt de bloemen in het bloembed. Stel je eens voor dat jullie mama haar haar niet meer zou knippen. Voordat je het weet, krijgt het haar de overhand. Oh. Mijn liefje! Maar wat als we wachten tot het gaat regenen, in plaats van water te geven? Maar planten hebben iedere dag water nodig, net als wij. Stel je voor dat jullie papa wacht tot het gaat regenen, in plaats van zelf in bad te gaan. Huh? Ja, hey, hey. Helemaal schoon. Oh. Nou, zo te horen kunnen de planten niet zonder onze hulp. We moeten voor de planten zorgen. Dat is wel duidelijk. Ik zorg voor de bloemen en haal al het onkruid uit het bloembed. En dan gaan Pudding en ik wel schoffelen. Oh. Oh. De kittens zorgen wel dat het regent. Wilt u misschien iets te drinken, meneer Appelboom? De wortels nemen de douche. Wat zijn jullie blaadjes mooi schoon, aardbeidjes? Dit zorgt ervoor dat de bloemknoppen opengaan. De Kitty Cats waren zo druk met helpen in de tuin dat ze bijna vergaten te spelen. Ja. Wat kunnen jullie goed helpen? Gaan we dan nu spelen, nu al het werk klaar is? Weet je wat? We doen het oogstspel. Is dat wel een leuk spel? Ach, het is niet alleen leuk, maar het is ook nog eens praktisch. Oma en de Kitty Cats hadden veel plezier met het binnenhalen van de oogst. En ze wasten het met fris schoon water. En dan is het nu tijd om te proeven van onze oogst. Dat klinkt goed. We kunnen wel even een pauze gebruiken. Wow, ik ben dol op aardbeien. Jullie hebben zo hard gewerkt, bedankt. Jullie zijn 's werelds beste kleinkittens. Geweldig! Miauw, 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 miauw.
Nou, jullie hebben wel heel druk gespeeld dat jullie nu zo moe zijn. Ja, ik denk niet dat ik ze vanavond nog een verhaaltje hoef voor te lezen. Breng ze gauw nog eens langs. En blijf zelf ook. Ik weet nog wel wat leuke spelletjes die we kunnen doen. Oh ja, zoals vroeger. Schilder de schuur. En wat was dat andere? Haardhout hakken? Ik heb een idee voor een nieuw spel. Wie er het eerst in slaap valt. Ah, ik weet... De Kitty Cats hadden niet alleen een goede oogst... Ze hadden ook een fijne dag gehad. De kerstman en de wintervee. Op een winterochtend keken de Kitty Cats door het raam naar buiten. De sneeuw is zowat gesmolten en het is al bijna kerst. Komt de kerstman nog wel als er helemaal geen sneeuw meer ligt? Nou, dan zorgt de wintervee daar wel voor. De kerstman en de wintervee hebben nog een hoop te doen voordat het kerstfeest is. Dan moeten we ze bij ons uitnodigen, mam. Dan kunnen ze lekker uitrusten en daarna sneeuw en cadeautjes maken. Geweldig! We vragen de kerstman en de wintervee op visite. Oh, wat lief van jullie kleine schatten. Papa en ik sturen wel een uitnodiging. Juist. Ja, weet je wat? Ik bel ze direct even. Miauw. Miauw? Het antwoordapparaat. Het klinkt alsof ze nogal druk zijn. Kom op, vertel! Komen de wintervee en de kerstman bij ons langs? Nou, Ja, ze komen strakjes. Allebei. Vanavond. Hoera! Miauw, 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 miauw! Als we ze niet te pakken krijgen, dan verkleden wij onszelf al als de wintervee en de kerstman. Wat een goed idee, lieveling. Dan hebben we wel kostuums nodig. Maar de kostuums waren al bijna uitverkocht. Ik ben bang dat dit kostuum mij iets te klein is. En dat daar lijkt me veel te groot voor mij. Dit kan lastig worden. De Kitty Cats keken vol verwachting uit naar de kerstman en de wintervee. Hoera! Ho, ho, ho. Miauw, kleine kittens. De wintervee is in het echt veel groter. Tja, maar ik ben dan ook dol op feestelijke etentjes. Oh, dat is onze papa ook. Hey, je lacht ook net als onze papa. Nou, op de Noordpool waar wij vandaan komen, lacht iedereen op die manier. Zullen we gezellig een kopje thee drinken? Doe voorzichtig, het is heet. Waarom klinkt de kerstman zijn stem net als die van mama? Oh, dat is omdat de kerstman veel meer van koude drankjes houdt. Van warmte gaat zijn stem omhoog. En dan doen we nu samen de sneeuwdans. Hebben jullie daar een beetje zin in? De sneeuwdans, ja! Want dan begint het weer te sneeuwen. Zo te zien hebben ze niks door. Ze hebben ons niet herkend, liever. Je ziet er goed uit met die vlecht. Laat je haar maar groeien. Hé, hey, kerstman. U danst alsof u borden vol energie zit. Zo te zien bent u weer helemaal uitgerust. Betekent dat u nu ook weer de energie heeft om het buiten te laten sneeuwen? Sneeuwen? Oh. Ga weg, Bart. Hey, dat is gewoon onze papa. Ja, en dat is gewoon onze mama. Ik wist al de hele tijd dat jullie het waren. Maar waarom zijn jullie verkleed als de kerstman en de wintervee? De echte kerstman en wintervee waren te druk om vanavond langs te komen. Ik vind jullie de beste kerstman en de beste wintervee ooit. Jongens, kijk! Het begint te sneeuwen! Dus daarom hadden de kerstman en de wintervee het vanavond zo druk. Ze waren verse sneeuw aan het maken. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Kittens, luister eens, de kerstmama. En papa de wintervee hebben misschien nog wat cadeautjes voor jullie bij zich. Papa en mama hadden wat kleine cadeautjes voor de kittens meegebracht. Ze pakten hun pakjes uit, terwijl de sneeuw buiten zorgde voor een winters landschap.
De eerste keer vliegen. Op een ochtend kwamen papa en mama met spannend nieuws. We gaan morgen met z'n allen een paar dagen op vakantie. En raad eens, Kittens, om er te komen gaan we met het vliegtuig. Het vliegtuig? Echt waar? Oh, wow, we zijn nog nooit eerder met het vliegtuig geweest. Hoe gaat dat dan, pap? Nou, we moeten eerst naar het vliegveld. Dat is een soort huis waar alle vliegtuigen wonen. Dan pakken ze al onze bagage. Oh. Oh, hé, stop! En dan controleren ze onze tickets. 1, 2, 3, 4, waar is 5? 5. En daarna stappen we aan boord, stijgen we op en dan vliegen we hoog boven de wolken. Boven de wolken? Gaat hij echt zo hoog? Geweldig! Mie wow, mie wow, mie wow, mie wow! De volgende dag namen papa, mama en de Kitty Cats een taxi naar het vliegveld. Schiet op, we mogen niet te laat komen, anders vertrekt hij zonder ons. Ah, oh ja? Als eerste wikkelen we onze koffers in folie. Dan kan er niets met onze koffers gebeuren. Daarna hoeven we alleen de grote koffers in te checken. Pudding, nee. En dan reserveren we onze stoelen. Ik wil een stoel bij het raampje. Nou, ik wil op de bank, veilig bij ons thuis. Eens even kijken. Pudding zit naast Cookie en Snoepje. Deze machine laat zien wat er in onze tassen zit. Ze zoeken naar vloeistoffen, want die mogen niet mee aan boord. Oh, nee? Oh. Hey, die fles mag niet mee in het vliegtuig. Oh, nou, dan ga ik wel weer naar huis. Ja, je kunt hem ook hierop drinken en dan instappen. Schiet op, straks komen we te laat. Goed, en nu opschieten. Nog niet. Ik moet eerst nog naar de wc. Attentie alstublieft. Dit is de laatste oproep voor Cookie, Snoepje, Pudding en hun ouders. Oké, schiet nou op. Wacht op ons. Ik wil niet boven de wolken vliegen. Gaan jullie maar zonder mij. Maar wil je dan niet met ons mee op reis? Jawel, maar ik ben bang om te vliegen. Ik heb een heel goed idee. Wat doen we normaal ook alweer als we bang zijn voor iets, Pudding? We gillen help, 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 help. Nee, we doen onze ogen dicht. En dan zijn we langzaam bang niet meer, toch? Pudding hield zijn ogen dicht. Snoepje en Cookie hielpen Pudding met instappen en het vinden van zijn stoel. Wauwie! We vliegen ontzettend hoog! Wat zien de wolken er vanuit hier zacht en wollig uit? Huh? Oh, wauw! Dit is helemaal niet eng. Het is eigenlijk ontzettend mooi. Straks komen we langs met wat hapjes en de drankjes. Willen jullie tijdens de vlucht wat stripboeken of tijdschriften om te lezen? Moet je zien. Ik snap niet dat ik bang was om te vliegen, want het is geweldig! Mie wow, mie wow, mie wow, mie wow! Zeg lieverd, zijn we al hoog in de lucht? Ja, liefje, superhoog. Kan ik u misschien ergens mee helpen? Zolang hij zijn ogen dicht houdt, gaat het goed. Mijn man houdt niet zo van vliegen. Oh jee. Komt wel goed hoor, als je mijn pootje maar goed vasthoudt. De Kitty Cats vonden het heel leuk in het grote vliegtuig. En dappere Pudding was niet meer bang om te vliegen. Snoepjes toverstokje. Op een dag hadden Cookie en Pudding een vreselijke rommel in hun kamer gemaakt. Wat een rommel! Ik wil dat jullie mijn poppen en de andere spullen direct opruimen. Snoepje, je bent niet onze baas. We doen niet wat je zegt. Nee, hè, Pudding? Nee! Goed dan. Dan gebruik ik gewoon mijn toverstokje. En dan verander ik jullie in kikkers.
Hé, hey, is dat een echt toverstokje? Ha, ja, tuurlijk. Bewijs maar eens dat het een echt toverstokje is door dit op te ruimen. Oké. Doe jullie ogen dicht, dan doe ik een spreuk. Toverstokje, maak het hier netjes en schoon. Snoepje haalde een grapje uit door net te doen alsof het toverstokje echt kon toveren. De spreuk heeft gewerkt. Jullie mogen kijken. Oh, wat goed. Maar dan hebben we dus een echte toverstok. Nu kunnen we alles wensen. Geweldig! Mee-wow! Jullie hebben geen toverstok, maar ik wel. En als jullie niet naar buiten komen om de schommel te duwen, dan verander ik jullie in kikkers. En dus duwden Cookie en Pudding de schommel met Snoepje. Nou, lekker. Van nu af aan moeten we dus doen wat Snoepje zegt. Want stel dat ze boos op ons wordt... Ik wil een kopje thee. Ik wil geen kikker zijn, kwak. Ik ook niet, kwak. We moeten die toverstok van haar af zien te pakken. Hey, geef terug of ik verander jullie in kikkers. Ik ga jou in iets veranderen. Verander Snoepje nu direct in een kikker. Kikker. Hij doet het niet. Misschien moeten we onze ogen dicht doen. Net als daarnet. Ja, oké. Nu worden we zeker in kikkers veranderd. We moeten mama waarschuwen. Hey, wacht. Kom terug. Cookie? Hoe kan je eigen zusje je nou in een kikker veranderen? Mama! Wacht, Pudding! Mama, moet je kijken wat Snoepje met haar toverstokje heeft gedaan. Kijk! Kijk nou wat je met je broer hebt gedaan. Dat kan toch niet? Cookie, het spijt me zo erg. Oh, dus daar is mijn matrozenpetje. Ik dacht al dat ik hem kwijt was. Cookie! Dus daar is mijn tweede breinaald gebleven. Ik heb er werkelijk overal naar gezocht. Dus dat was gewoon een van mama's breinaalden en helemaal geen toverstokje. Ja. Ik wilde jullie alleen maar bang maken, omdat jullie onze kamer niet wilden opruimen. Je vroeg het ons ook niet. Je gaf een bevel. Weet je wat je kan doen, Snoepje? Als je wilt dat je broers iets doen, dan is er een echte toverspreuk die je kunt gebruiken. En dat is alsjeblieft. Een echte toverspreuk? Pudding, lieve broer, mag ik die kikker alsjeblieft? Hier, lief zusje. Bedankt. En Cookie, wil jij de deur even open doen, alsjeblieft? Ja, tuurlijk. Het is veel leuker om iets voor iemand te doen als ze dat woord gebruiken. Misschien is dat woord wel een echte toverspreuk. Dat weet ik wel zeker. En veel handiger dan een toverstok. Geweldig! Mee-wow! Cookie, wil je me even duwen, alsjeblieft? Natuurlijk, Pudding. Ja! Cookie en Pudding, willen jullie mijn springtouw draaien? Alsjeblieft. Maar natuurlijk! Toverstokjes bestaan alleen in sprookjes. Maar de Kitty Cats leerden dat je met het magische woord alsjeblieft echt kunt toveren. De vlinder. Op een mooie dag hadden de Kitty Cats veel plezier in de speeltuin. Vlekje lijkt zo net een spook. Wat probeer je eigenlijk te vangen, Pudding? Mooie vlinders die ik nog niet eerder in het echt heb gezien, zodat ik ze van dichtbij kan bekijken. Ik zou zo graag nog eens een regenboogvlinder willen vangen. Haar vleugels lijken net een regenboog. Dat klinkt echt bijzonder. Zo'n vlinder zou ik ook wel willen zien. Maar weet je, die heb je hier niet. Regenboogvlinders komen alleen voor in verre tropische landen. De Kitty Cats gingen naar huis, waar hen een verrassing wachtte. Raad eens, kittens. Opa heeft ons een kistje tropisch fruit gestuurd. Is dat niet lief?
Mmm, ananas. Oh, met een rups. Oh, moet je zien. Dat is een grote rups. Mag ik haar houden, mama, alsjeblieft? Oh, zou ze ook een grote vlinder worden? Ik denk het. Maar laat haar alsjeblieft niet door het huis lopen. Ik ben bang voor rupsen. Ik beloof je, mama, dat ik goed op haar zal passen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Pudding, weet je echt helemaal zeker dat die kronkelende rups straks verandert in een mooie, sierlijke vlinder? Zeker weten. Als ik heel goed voor haar zorg, dan komt het helemaal in orde. Oh! Hm. Er was eens een vlinder. Oh! Mag hij op een andere zender, alsjeblieft? Ons lievelingsprogramma begint al bijna. Jullie moeten even wachten. Onze rups wil eerst nog even naar dit programma over vlinders kijken. Nu ga je echt te ver. Wat als dat ding straks nou eens niet in een vlinder verandert? Dat doet ze wel. Wachten jullie nou maar af. Ik weet het zeker. Jij wordt de allermooiste vlinder van de hele wereld. Hoera! Eindelijk, het is zover. Wat? Wat is er? Is de rups veranderd in een vlinder? Nou, nog niet helemaal, maar al wel bijna. Ze zit nu in een cocon en als ze daar uitkomt, dan is ze een vlinder. Maar wat nou als er in plaats van een mooie vlinder een griezelig beestje uit de cocon komt? Ja, bijvoorbeeld een neushoorntor. Huh? Of misschien komt er wel een vleermuis uitgekropen. Oh! Of anders misschien wel een hele mooie betoverde vee. Ah. Oh. Oh. Fijn, nu word ik nerveus. Ah. Oh, wauw, moet je zien. Precies waar ik op hoopte. Een regenboogvlinder, jongens. Oh, moet je zien. Wat is ze mooi, hè? Kom op, we gaan het aan papa en mama laten zien. Wat een prachtige vlinder. Goed gedaan, kittens. Eerlijk gezegd hebben wij niks gedaan. Dat was Pudding. Ja, hij heeft echt heel goed voor de rups gezorgd. En nu hoeven we haar alleen nog maar vrij te laten, zodat ze kan vliegen. Samen met alle andere prachtige mooie vlinders. Kom nog een keertje langs, regenboogvlinder, oké? Zal je voorzichtig zijn? Tot ziens. Kijk eens, lieverd. Als herinnering aan jullie regenboogvlindervriendje heb ik iets speciaals voor jullie gemaakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! Dus dankzij de goede zorgen van Pudding is de regenboogvlinder nu te zien in tropische landen en in de tuin van de Kitty Cats. De dag van de zwarte kat. Op een dag maakten de Kitty Cats en hun vriendjes zich klaar voor de dag van de zwarte kat. Kijk, daar is hij, onze zwarte gelukskat. Ik ga hem verstoppen, zodat we kunnen beginnen. Papa verstopte de zwarte gelukskat op een geheime plek en liet aanwijzingen achter over waar de kittens hem konden vinden. Luister, kittens, als jullie de zwarte kat voor 6 uur weten te vinden, dan ligt voor jullie het geluk voor het oprapen. Zo luidt de legende. Hoera! Miauw, 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 miauw! Kijk! 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 Ha! De zwarte kat ligt hier! Oh! Ik denk niet dat de zwarte kat in zo'n klein doosje past. Huh? Dat is mijn fluitje. Hij is echt heel prachtig. En hij glimt zo mooi. Ik denk dat het een aanwijzing is, jongens. Misschien moeten we erop blazen. Hé, geef hier dat fluitje. Het is een aanwijzing.
frambozen. Dan moeten we dus nu naar de frambozenstruik in het park. Oh. De zoektocht die papa voor de kittens had gemaakt, was geen gemakkelijke. En na een lange zoektocht vonden ze eindelijk de laatste aanwijzing. Zo te zien ligt de zwarte kat ergens in ons huis verstopt. Kom mee, schiet op! Jongens, wacht! Waar is Vlekje? Hey, Vlekje! Misschien hebben we hem per ongeluk onder het zand begraven. Misschien heeft de extra Vlekje meegenomen. Of misschien is hij gewoon ergens verdwaald. Miauw! Ik heb een heel goed idee. We organiseren een zoektocht naar Vlekje. Als we dat doen, dan vinden we de zwarte kat niet op tijd. En dan ligt het geluk dus niet voor het oprapen. Maar Vlekje is onze vriend. Dat is belangrijker dan het oprapen van geluk. Vlekje! 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 Oh, Vlekje zijn poot afdrukken. Vlekje! Help me, jongens. Ik kom niet uit de greppel. Het is hier veel te glad. Pak mijn poot vast. Zo te zien hebben jullie de zwarte kat niet op tijd gevonden. Maar Vlekje was in een greppel gevallen. Oh, en toen moesten wij hem redden. Nou, dat hebben jullie goed gedaan. Nou, omdat Vlekje toevallig ook een zwarte kat is en jullie hem voor 6 uur hebben gevonden, denk ik dat het geluk toch nog voor het oprapen ligt. Kijk, en dit is jullie prijs. Lekkere gelukchocolaatjes met een voorspelling erin. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Wil jij mijn voorspelling voorlezen, mama? Dit jaar zul je veel plezier beleven. Er staan veel interessante dingen te wachten. Je hebt goede vrienden op wie je altijd kunt rekenen. Het zou voor iedereen een goed jaar worden, vooral voor Vlekje. Want het grootste geluk van de wereld is het hebben van goede vrienden.